Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er liggen nog wolkenvelden boven Nederland en af en toe valt er een licht buitje. Maar ten westen en zuiden van ons liggen ook wel weer opklaringen klaar. En dat betekent dat de zon geleidelijk af en toe doorbreekt. Een enkele bui is mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het vanochtend ook droog. Met temperaturen van ongeveer 12 graden. De wind is meest matig uit een zuidwestelijke richting. Vanmiddag ook nog steeds kans op een enkel buitje, maar ook vooral zon tussendoor. In het zuidoosten wordt de bewolking wat hardnekkiger en kan het ook iets langer regenen. Maar echt grote neerslaghoeveelheden worden ook daar niet verwacht. Na 16 graden daalt de temperatuur in de avond uiteraard en in de nacht liggen de minima rond de graad of 10. Gaan we naar morgen en dan hebben we weer een wisselvallige dag. Met in de ochtend de meeste buien in het binnenland. In de middag blijft dat langs de kust wel doorgaan. En er kan ook onweer bij voorkomen: tussendoor af en toe zon, 15 graden en vooral bij zee een stevige wind. Krachtig waait het windkracht 6, af en toe hard windkracht 7. Op zaterdag overheerst dan de bewolking met 15 graden met de thermometers en van tijd tot tijd regen. Zondag wordt de neerslagkans minder groot. En dat geldt ook voor de maandag met meer ruimte voor de zon. Temperaturen steeds zo rond een graad of 15. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl